God wil verzoening. Altijd en voor iedereen. Maar de vraag is: wil jij dit ook? Jezus heeft verzoening met God mogelijk gemaakt. En dat is te zien in de offers, of in het offer dat Jezus gaf, maar ook in de offers die in Leviticus 14 gebracht moesten worden. En tegelijk wil God ook dat jij je omgeving onderzoekt. Herken en erken jij de invloed. Van jouw omgeving op jouw leven. Ten goede of ten kwade. Jouw omgeving heeft invloed en laat Hem dan onderzoeken en aanwijzen wat wel of niet naar zijn wil is. Luister jij. Mijn naam is Casper De Haan. Ik heb het voorrecht om te dienen. Hier in, in de kerk in het dorp waar ik woon. Ik heb het voorrecht om mijn gezin te mogen dienen. Maar een van de dingen die God ook op mijn hart heeft gelegd, is om via dit YouTube-kanaal te dienen. En het is alweer een tijd geleden dat we de studie in Leviticus hebben opgepakt. Um, ik wil van tijd tot tijd proberen om dit weer op te pakken tussen alle andere dingen die ik uh, mag doen door. En ik wil dit doen al naar gelang de ruimte is om dit voor te bereiden. Maar de reden om de studie weer op te pakken is omdat ik echt overtuigd ben dat Leviticus een geweldig boek is. Maar ook dat het nodig is dat we zien dat vers voor vers door een oud testamentisch boek heen gaan. Ongelooflijk veel diepte en rijkdom oplevert voor ons als christenen. En dat is nodig om dat te zien. Want door de diepte van Gods woord te gaan zien, gaan we God zelf beter leren kennen. En wat is er nou beter dan dat Jezus zei niet voor niets in Johannes 17, dat het eeuwige leven is om God te kennen? Ja, als we dan teruggaan naar de vorige studie, dat was dat we gekeken hebben naar Leviticus 14, vers 10 tot en met 20. En we hebben gezien dat Jezus de Messias is in die studie. Omdat Jezus dat gedeelte zelf aanhaalt in Lucas 17 en in Matthäus 8. En wat je daar ziet in Lucas 17, vers 11 tot en met 14, is het volgende. En het gebeurde toen hij Jezus naar Jeruzalem reisde, dat hij dwars door Samaria en Galilea heen trok. En toen hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen tien mijn laatste mannen naar hem toe, die op een afstand bleven staan. En zij verhieven hun stem en zeiden, Jezus meester, ontferm u over ons. En toen hij hen zag, zei hij tegen hen, ga heen en onttoon uzelf aan de priesters. En het gebeurde terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. Dit is de instructie om te doen wat er in Leviticus 14 staat. En eigenlijk ook met de hoofdstukken ervoor, voor het inspecteren van iemand die Melaats was, zodat gezien kan worden of de Melaatsheid. Weg is. Ja, dit, ditzelfde wordt nog een keer verteld in uh, het Matthäus-evangelie, in Matthäus hoofdstuk 8. En daar in vers 1 tot en met 4 staat het volgende. En toen hij van de berg afgedaald was, volgde een grote menigte hem. En zie, er kwam een Melaatse. Dit zijn de twee situaties waarbij dit gebeurt: Jezus die een groep Melaatse reinigt in Lucas, Jezus die één Melaatse man reinigt in Matthäus 8. En zie, er kwam een mijlaatse die knielde voor hem neer en zei, Heer, als u wilt kunt u mij reinigen. En Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, Ik wil het, word gereinigd. En meteen werd hij gereinigd van zijn mijlaatse. Jezus zei tegen hem, Denk erom dat u dit tegen niemand zegt, maar ga heen, laat u zelf aan de priester zien en offer de gave die Mozes voorgeschreven heeft, dat is dus het gedeelte in Leviticus 14 waar we vandaag weer van verder naar gaan kijken, en dan belangrijk tot een getuigenis voor hen. Dit zijn ook de enige plekken in het woord waar mensen die genezen worden van melaatsheid opgeroepen worden om de versen in Leviticus 14 te gehoorzamen. We zien verschillende mensen in het woord die genezen worden van melaatschheid. We zien Mozes zijn hand in Exodus 4, vers 6. We zien Miriam, Mozes zus, in nummer 12. We zien de Aman in 2 Koningen 5, die door Elisa genezen werd. We zien vier anonieme mannen in 2 Koningen 7. En Koning Uzia in 2 Kronieken 26, als we naar het Oude Testament kijken. Maar geen van hen werd gevraagd om door het proces in Leviticus 14 heen te gaan. En Jezus liet dit wel gebeuren. Jezus liet deze man hier doorheen gaan. Vanwege één reden. En dat is wat er in, of sorry, in Matthäus 8 staat. Tot een getuigenis voor hen. Dat is waarom Jezus wilde dat dit gebeurde. Hij was al aan het laten zien dat hij de messias was. De geneesheer, zoals het woord ook zegt dat hij is. En voor de Joden was de genezing van melaatschheid een van de drie specifieke wonderen. die men van de Messias verwachtte. zoals je ook in bron 1 in de video-omschrijving kon lezen. En wat Jezus dus aan het doen was. is hij laat zien dat hij het woord van God belangrijk vindt. Hij laat zien dat hij de culturele context kent. en hij laat zien dat hij boven alles wil laten zien. dat hij de Messias is. Jezus liet. Zien dat hij de messias is. Jezus genas mijn laatstheid en liet degene die genezen werden zich houden aan de wetten van het verbond dat op dat moment nog heerste. Hij vervulde daarmee ook de wet, zoals hij zei in Matthäus 5. Wat dan belangrijk is, is dat we dat meenemen naar de studie in Leviticus 14. Dat we zien dat. Het woord van God één is en dat Jezus dus ook ervoor zorgt dat het woord uitgevoerd wordt in elke situatie. Als we dan kijken naar Leviticus hoofdstuk 14, dan beginnen we de studie in vers 21, dan zien we hier dat God een zeer goed en genadig God is. Want de, het kopje hier, dat is niet geïnspireerd door de Heilige Geest of uh, niet in ieder geval zoals het woord zelf, is de reiniging van de armen. En we weten dat God ons kent en dat Hij ons door en door kent. Hij weet dat de zondeval een groot effect heeft gehad en heeft op de mens. En ook op onze gevallen staat. En hij weet dat er dus ook een verschil van inkomen en dat er een verschil daarmee van potentieel uitgavenpatroon is. En hij zegt dit ook zelf in Deuteronomium 15, vers 11 tegen het volk. Want hij zegt daar, want armen zullen binnen uw land nooit ontbreken. Daarom gebied ik u, u moet uw hand open doen voor uw broeder, de, de onderdrukte sorry, en de armen in uw land. God geeft hier dus Israël de taak om om te gaan met uh, armen in hun land. Sorry, het werkt even niet bij de techniek. Um, Israël krijgt de taak. Om de arme mensen op een bepaalde manier te verzorgen, om naar ze om te zien, om met ze om te gaan. En hij wil dat ze bijvoorbeeld geld uitgeleend worden eh, op een bepaalde manier, zoals uitgelegd wordt in Deuteronomium 15. En juist omdat God weet, zoals hij zegt, de armen zullen binnen uw land nooit ontbreken, heeft hij in Leviticus 14 twee sets aan regels, twee groepen regels. In vers 10 tot en met 20. Het stuk dat we vorige keer behandeld hebben, zien we wat voor de rijkeren en voor de rijken het proces was om gereinigd te worden van mijnlaatsheid. En in vers 21 tot en met 32 heeft God het proces voor de armen. Want wat God wil is dat iedereen gereinigd kan worden, dat iedereen verzoening kan hebben. Inkomen mag geen reden zijn dat je niet bij God kan komen. Hij wil namelijk dat allen bij hem komen. Hij wil dat allen verzoend worden. Jezus heeft de prijs al betaald, dus maakt het niet uit wat ik aan inkomen heb. En voor Israël was het zo dat ieder moest kunnen komen, dus dat de prijs hoog moest zijn, dat zonde een hoge prijs moest hebben, dat herstel een bepaalde prijs moest hebben. Maar niet dat die prijs zo hoog was dat niemand ooit meer bij hem kon komen, want dat was niet het doel van het verbond. Dus daarom lezen we ook in Leviticus 14, vers 21 tot en met 23 het volgende. We gaan tot aan het einde van het hoofdstuk, dus het wordt veel lezen. Een deel zal ik niet elk woord lezen, omdat het gewoon zo ontzettend veel is. Maar dit eerste gedeelte zullen we wel vers voor vers ook lezen. Als, vers 21 van Leviticus 14. Maar als iemand arm is en zijn vermogen is niet toereikend, dan moet hij een lam nemen als schuldoffer tot beweegoffer, om verzoening voor hem te doen, met daarbij een tiende eva meelbloem, met olie gemengd als graanoffer en olie, en twee tortelduiven of twee jonge duiven, al naar gelang zijn vermogen rijkt, waarvan de ene een zondoffer en de andere een brandoffer is. Hij moet die op de achtste dag van zijn reiniging bij de priester brengen, bij de ingang van de tent van ontmoeting, voor het aangezicht van de heren. Nou, bijbelcommentator David Guzik heeft over dit stuk gezegd, omdat een diagnose van melaatsheid de melaatsen van de gemeenschap scheiden, en omdat ziektes die als melaatsheid werden gediagnosticeerd vaak lang duurden, kunnen we aannemen dat vele melaatsen arm waren, en het niet konden betalen om drie lammeren te offeren voor het ritueel. dat in vers 1 tot en met 20 omschreven wordt. God is zo genadig dat hij een voorziening treft. zodat ook de armen die dit zich niet konden veroorloven, rein konden worden. Einde citaat. En dat kan je in bron 2 vinden. Ja, een schaap was veel goedkoper. dan een rund, zoals dat tegenwoordig ook zo is. En in bron 3 heb ik um, een link gevonden met wat de. Prijzen van vee zijn tegenwoordig. En daar kan je inderdaad een groot verschil zien in prijs. tussen een koe. ten opzichte van een schaap. En in plaats van drie lammeren. zoals vers 10 zegt dat er gebracht moest worden. van, uh, van Leviticus 14. zijn er nu goedkopere dieren nodig. Vers 21 zegt. En ik zal dat weer even op het scherm zetten: dat er één lam gebracht moest worden. Dat er twee tortelduiven of twee jonge duiven gebracht moesten worden. Al naar gelang iemand zijn vermogen rijdt, zegt vers 22. En voor de rest blijft het offer gelijk, namelijk uh, een tiende Eva meelbloem met olie gemengd als graanoffer. Een log olie moest dan gebruikt worden. En dit alles moest dan op de achtste dag van zijn reiniging voor het aangezicht van de heren gebracht worden door degene die voorheen mijn laatst was. En wat we zien is dat dit voor de ingang van de tent van ontmoeting moest gebeuren. En die stond centraal in het kamp van Israël. Die stond echt zoveel mogelijk in het midden. Alle, uh, alle stammen moesten daar omheen hun tentenkamp hebben. Dus wat deed dit? Dit was een heel publiek, een publieke vorm van verzoening. Het was zichtbaar voor het hele volk dat iemand kwam om een offer te brengen. En verzo sorry, verzoening, wat het doel is, zoals vers 21 ons ook leert, is daarmee ook een publieke aangelegenheid. Het is een, een zichtbaar iets. Het is niet iets dat in een achterkamer gebeurt. God wil dat verzoening met hem zichtbaar is voor mensen. En dat geldt ook voor onze verzoening, onze redding. Het woord voor verzoening in het Hebreeuws is het woord kapar, dat kan je in bron 4 vinden, en dit heeft het idee van bedekken, tevreden stellen of verzoenen. En dit is wat de voormalig Melaatse dan nodig had. Hun zonde moest opnieuw bedekt worden bij God. Ze hadden een nieuwe start nodig met God. En daarom was verzoening bedekking of het tevreden stellen van de schuld was nodig, doordat ze een periode ook niet bij hem hadden kunnen komen om dit eerder te doen. Want vergeet niet dat als je onrein was verklaard, dat de gevolgen daarvan heel erg groot waren, zoals Leviticus 13 ook leert in vers 45 en 46. De kleren van de Melaatse bij wie de ziekte is vastgesteld, moeten ingescheurd worden, zijn hoofdhaar moet hij los laten hangen. Hij moet zijn baard en snor bedekken. En hij moet roepen, onrein, onrein. Alle dagen dat hij de ziekte heeft, zal hij onrein zijn. Onrein is hij. Hij moet afgezonderd worden. Buiten het kamp moet zijn woongebied zijn. Nou, dat is natuurlijk ontzettend heftig. Dat is ook een heel verstrekkend gevolg van deze ziekte. En dit was... Daarmee ook heel zichtbaar voor mensen om je heen, of voor mensen überhaupt, dat je melaats was. Want je moest jezelf continu aankondigen. Onrein, onrein moest je continu roepen. En het doel daarvan was om geen besmetting, te, of geen verdere besmetting te veroorzaken. Maar net zo publiek dan ook als de situatie van melaatsheid, moest ook de reiniging en het herstel zijn. En het hele volk mocht dan ook genieten. Van het feit dat God zichzelf groots bewezen had. Want er waren geen medicijnen voor melaatsheid. Er waren geen zalfjes, geen dingen die men in die tijd kon doen om melaatsheid zelf te genezen. Daarom werd er ook zo heftig op gereageerd. Als er genezing was, dan was dat altijd een godswonder. Dus iedereen mocht meevieren dat God dit wonder gedaan had. Dat de melaatse nu terug kon komen. En er werd nu dus dan ook herstel zichtbaar mogelijk gemaakt. En dat is waar heel Israël dan getuige van mocht zijn. En voor ons Christenen is dit ook heel belangrijk, want melaatsheid, zoals in eerdere studies ook aangegeven over dit onderwerp, is een beeld van zonde. Het is een ziekte die onderhuids bezig is. Het is een ziekte die ons in onze koudste delen van het lichaam aantast. Het is een ziekte die steeds verder gaat, die progressief is, zoals dat heet. En het is een beeld van een ziekte die ons besmet, waar alleen God ons van kan genezen en kan redden. En net zoals de genezing van melaatsheid een zichtbaar effect had op degene die melaats was, heeft de vergeving van zonden die we in Jezus Christus krijgen ook een zichtbaar effect in ons. De apostel Johannes schrijft hierover in de brief 1 Johannes. En hij zegt in 1 Johannes 1 vers 7: "Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus zijn zoon reinigt ons van alle zonde." Het bloed van Jezus Christus is wat ons reinigt, is wat ons verzoening geeft. Maar het effect is dat wij in het licht gaan wandelen zoals Hij in het licht is. Het effect is dat we gemeenschap met elkaar hebben. Het effect is dat wij gemeenschap hebben, een relatie hebben met God. En door in het licht te wandelen, door de relatie met God en de relatie met medebroeders en zusters. Horen wij heel andere dingen te gaan doen. Hoort ons leven heilig te worden, zoals Hij ook heilig is. Zoals we in 1 Petrus geleerd hebben, dat de opdracht tot op de dag van vandaag is. De oproep die ook naar Israël gaat op verschillende plekken in Leviticus. En als je dan heilig gaat leven, omdat je gereinigd bent, dan, dan verandert dat je denken, dat verandert je doen, je laten. En in plaats van je eigen wil te doen, ga je dan opeens. Gods wil doen. In plaats van je lichaam te gebruiken voor wat jij wil, voor zondige verlangens, ga je je lichaam heilig en voor God welbehagelijk gebruiken, zoals Romeinen 12.1 ons dat leert. En dat is een heel zichtbaar proces, met zichtbare gevolgen. Dat is wat verzoening in ons teweeg brengt. Israël mocht dus, terug in Leviticus 14, onder de indruk raken van Gods werk. En dat werk was er voor rijk en voor arm. En zo mag de wereld en mag de kerk onder de indruk raken van wat God in het leven van een christen doet. Niemand is een christen in het geheim. Dat kan niet, dat bestaat niet. Uiteindelijk wordt dat altijd zichtbaar op een bepaalde manier. En die verzoening is uiteindelijk daarmee ook een publiek iets. Het feit dat ons christen zijn een publiek iets is, is ook waar Jezus het over had in Matthäus 5. Jezus zei in Matthäus 5, vers 13 tot en met 16 het volgende. U bent het zout der aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen. En door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Jezus spreekt hier dus over. Mensen die geloven in Jezus Christus als Godzoon, en Hij zegt: als jullie geloven, horen jullie anders te zijn, anders te doen. Je leven hoort dat te weerspiegelen, het hoort dat te laten zien, het hoort zichtbaar te zijn, zoals de offers voor het herstel van mijn voor het aangezicht van de Here bij de ingang van de tent van de ontmoeting gebracht moesten worden. En dat betekent dat ons gedrag, jouw, uw en mijn gedrag, ons doen en ons laten, op God gericht hoort te zijn in de plaats van op onszelf. We horen zichtbaar herkend te kunnen worden als christenen, als Gods kinderen. En onze goede werken moeten dan ook te zien zijn, zoals een stad die op een berg ligt, zoals zout dat nog. Uh, nog een zoute smaak heeft, zoals een lamp die op een standaard gezet wordt. Zoals het licht dat wij van de wereld horen te zijn, voor de wereld horen te zijn. En het doel is dan dat mensen, dat anderen die dit zien, ook onze Vader die in de hemel is, gaan verheerlijken zoals Jezus in Matthäus 5,16 zei. Dus God wil dat jij zichtbaar bent. Dat mensen aan jouw leven kunnen zien dat jij een Christen bent. Dat je van Jezus houdt. Maar de vraag is: is dat ook zo? God wil verzoening voor iedereen. Maar leef jij ook dat God verzoening voor iedereen wil? Is dit iets waar jij over praat, waar jij over nadenkt, waar je voorbidt dat je dat mag laten zien naar de wereld? Of is het iets dat je voor jezelf houdt? Waar je bang bent om over te praten. Ik zeg niet dat ik dit altijd makkelijk vind. Het is niet ik die vanuit een ivoren toren tegen mensen die het allemaal niet weten aan het praten ben. Dit zijn vragen waar ik zelf ook mee moet worstelen met de heren. Maar dit zijn vragen die we onszelf wel biddend moeten stellen. En waar we open moeten staan voordat God zegt ik wil dat jij gehoorzaamt. Ik wil dat jij gaat getuigen. In de plaats van dat we dingen voorbij laten gaan. Leef jij als het zout? Leef jij als het licht van de wereld? Of leef jij niet zo? Wat staat jou in de weg om te getuigen van de verzoening die God met ieder mens wil, voor ieder mens wil? Wat staat jou in de weg? Als we teruggaan naar Leviticus 14, dan zien we dat de genezen mijn laatste alle offers bij de priester moest brengen. En dan staat er in vers 21 dat het begint met het lam als schuldoffer. En dat moest dan als een beweegoffer moest dat gebracht worden. Daarna moest de meelbloem met olie gemengd als graanoffer en dan een logolie moest gebracht worden. En de twee tortelduiven of de twee jonge duiven al naar gelang ze vermogen rijkt. waarvan de ene een zondoffer en de andere een brandoffer is. Nou, al deze offers waren nodig om het doel te bereiken. En dat doel is. verzoening voor hem te doen. Zoals vers 21 ook zegt. En de volgorde van deze offers is dan ook heel erg belangrijk. Want God geeft ons geen nutteloze details. Dus er bestaan geen nutteloze details in het woord. En als we dan kijken naar de offers. dan zien we dat God begint met. Een schuldoffer. Nou, een schuldoffer gaat over een bewuste overtreding van Gods wet, zoals Leviticus 5 dat ook zegt. Terwijl het zondoffer, die later gebracht moet worden, over een onopzettelijke overtreding gaat, zoals Leviticus 4.1 dat onderwijst. Dus God wil dat de voormalig mijlaatser verzoend wordt met hem voor de opzettelijke zonde die ze begaan hebben. En dat is nog eens genade, dat is nog eens Barmhartigheid, het is niet voor niets dat God, wanneer hij zichzelf omschrijft in Leviticus of in Exodus 34, vers 6, dat er staat, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk en goede tierenheid en trouw, hij is barmhartig en genadig. Het is barmhartigheid dat hij dit doet, omdat hij niet geeft wat de zondaar wel verdient. Barmhartigheid is iets niet krijgen wat je wel verdient. En in plaats van een direct oordeel uit te spreken, geeft hij de voormalig meelaatse wat ze nodig hebben. En het woord voor barmhartigheid is Rahum of Rahum, ik weet niet precies hoe ik dat uit moet spreken, maar uh, kan je in bron 5 kan je dat vinden. En dat is afgeleid van het werkwoord Raham of ragam. En dat kan je in bron 6 vinden. En dat is belangrijk omdat dit iets is dat God is. God is barmhartig. Het gaat om zijn natuur, om, zijn, om de essentie, om zijn karakter. En in zijn natuur is hij barmhartig. En dat is hoe hij met de voormalig Melaatse omgaat. En volgens Van Dalen betekent barmhartig dan medelijdend of mededogend. Dat is wie God is. Hij heeft medelijden met ons. En niet vanuit een. Vanuit een negatief iets of een neerkijkend op ons, maar een medelijden vol compassie. Hij heeft medelijden en rijkt dan uit naar ons om ons het herstel te geven dat we nodig hebben. En Hij gaat dus echt liefdevol medelijdend hier om met deze voormalig melatsen. Hij wil dat die, dat die persoon bij hem komt. Hij maakt de weg open voor rijk, voor arm, voor man en vrouw, ongeacht afkomst. Hij wil dat allen bij hem komen. En dat niemand daarvan meer, weerhouden kan worden. Hij is barmhartig. Hij geeft niet wat ze wel verdienen voor hun opzettelijke zonde. Nou, doordat de vergelding van de zonde op het offer valt, dus de straf voor de zonde komt op het offer terecht, daardoor kan hij ook genadig zijn. Genade in Exodus 34,6 is het woord Hanun en dat kan je in bron 8 vinden, wat afgeleid is van het werkwoord Hanan en dat kan je in bron 9 vinden. En het idee van dit woord Hanan en daarmee van genade is gunstig geneigd zijn naar en dat je dat geeft aan iemand die het niet verdient. En dat is precies wat God doet met degene die verzoening nodig heeft. Dat is wat God doet door verzoening mogelijk te maken. God wil herstel, hij wil relatie. En hij geeft dat terwijl de ontvanger het niet verdient. Hij is gunstig geneigd naar degene die vergeving nodig heeft. En uit dit hele proces, specifiek ook door te beginnen met het schuldoffer voor zonden die je bewust begaan hebt, blijkt dat God van ons houdt. Hij wil dat we dicht bij Hem zijn, dat we Hem kennen, dat we zien hoeveel Hij van ons houdt. Hij wil dat we onze relatie met Hem hebben, bouwen en uitbouwen. En Hij wil dat we Hem meer en meer gaan volgen, en Hij maakt daarvoor de weg open. Als we dan kijken naar het volgende offer. Dus eerst moet het schuldoffer gebracht worden, daarna moet er een tiende eva meelbloem met olie gemengd als graanoffer, een log olie gebracht worden. Nou, dit is het graanoffer wat in Leviticus 2 omschreven wordt tot in detail. En dit gaat om het toewijden van onze dienstbaarheid, het toewijden van ons hele leven aan God en de dingen die we in ons leven doen. En je moet je bedenken wat we in Leviticus 13 hebben gelezen. Dat deze persoon, die mij laatst was, helemaal uit het tentenkampen moest gaan. Deze persoon kon dus God niet volledig dienen tijdens hun ziekte. De ziekte zat hen in de weg van het voldoen aan de standaard die het woord, voor hen legde, die het woord op hen legde. En denk daar weer even ook aan de link met zonde. Zonde zorgt ervoor dat wij God niet volledig dienen zoals Hij van ons vraagt. Want er zit iets in de weg. Zonde zorgt ervoor dat wij hem niet volledig kunnen dienen. Want we houden iets achter. We hebben iets in ons dat niet heilig is. Wat scheiding maakt tussen ons en God. De Melaatse kon niet naar de tabernakel. Kon geen fellowship of relatie hebben met de mede-Israëlieten. Kon geen offers brengen. Want ze moesten apart of afgezonderd leven. En onderdeel dan. Van totaal herstel. onderdeel van wat God wil voor ieder mens. is totaal herstel van deze relatie. En voor dat totale herstel. is het nodig. dat er een toewijding van dienstbaarheid is. In Deuteronomium 13. zegt God iets dat herhaald wordt door de Heer Jezus. Oh, sorry. Ik denk aan een ander vers. Dit is wat God zelf zegt in. Um, in de wet achter de Heere uw God moet u aangaan, Hem moet u vrezen, zijn geboden moet u in acht nemen en zijn stem gehoorzamen. Hem moet u dienen en u aan Hem vasthouden. En dit is dan ook wat God wil voor heel Israël. Hij wil dat ze achter Hem aangaan, dat ze Hem vrezen en dat ze Hem dienen en zich vasthouden aan Hem met alles wat ze hebben. Dit is waar ze voor gemaakt zijn. Dit is het doel van hun leven. En hij wil dat ze hem dienen en daardoor ook andere volken op hem wijzen. Want dat is iets wat we zien dat Israël door de eeuwen heen niet altijd goed gedaan heeft. In Jesaja 49:6 Staat er, hij zei: Het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om, en, om, op te richten, of om op te richten de stammen van Jacob. En om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Nou, dit is ultiem vervuld in de Heer Jezus, die het licht van de wereld is. Maar Israël hoorde deze opdracht ook te gehoorzamen. Zij hoorde ook andere volken tot bij God te brengen. En in het artikel dat in Bron 10 staat, wordt er meer uitgelegd over het idee van een licht voor de heidenvolken en hoe dat ook vervuld wordt in zowel de Heer Jezus, maar ook de taak die wij daarin hebben. En als we dan teruggaan naar Leviticus 14, zien we dus dat God bezig is om verzoening te doen. En dat hij wil dat er een graanoffer gebracht wordt. Zodat degene die melaats was, hersteld kon worden tot dienstbaarheid. Hersteld kon worden tot een leven van God navolgen. Een leven van God dienen, zoals alleen hij dat van ons kan vragen. En zoals gezegd, Jesaja 59,2, als we dit op ons vandaag de dag betrekken. Jesaja 59, zegt dat wij. Gescheiden worden van God, dat er een scheiding is tussen God en mens door onze zonde. En we kunnen Hem dan niet meer volledig dienen zoals Hij voor ons heeft, omdat wij zonde boven Hem gezet hebben, onze eigen verlangens boven Hem geplaatst hebben. En Hij wil dan ook dat we heilig zijn, 1 Petrus 1, 15 en 16. Hij wil dat we naar de nieuwe natuur leven en dat we de oude natuur afleggen, zoals we in Efeze 4 kunnen vinden. Paulus die erkent dit heel erg. In de Romeinenbrief, in Romeinen 12, zegt hij daar wat over. Hij zegt: Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En dan gaat hij daarna in allerlei versen in op hoe dat eruit ziet, onder andere in de kerk. Hij zegt in vers 11 iets heel belangrijks. Hij zegt: Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Here. Contextueel zegt Paulus dit pas na zondebesef, hoofdstuk 1 tot en met 3. Na geloof. Als weg naar redding, hoofdstuk 4 tot en met 6, naar heiliging, hoofdstuk 7 en 8, Gods trouw die we in Israël zien, hoofdstuk 9 tot en met 11, de totale toewijding die God van ons vraagt en het dienen en, en al die dingen in vers, hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 10. En in die context staat er dus dat we Hem moeten dienen en dat we ons voor Hem moeten inzetten en niet zomaar, maar vurig van geest en niet traag tot inzet moeten zijn. Maar als er zonde achterblijft. als zonde in ons leven blijft. dan kunnen we ons niet op die manier inzetten. voor God. Dan staat er iets in de weg. In de Hebreeënbrief wordt daar ook iets over gezegd. In Hebreeën hoofdstuk 3. vers 12 en 13 staat het volgende: Zier to op, bro op toe, broeders. Dat er nooit iemand van u, dat er nooit in iemand van u, ik moet niet te snel lezen, een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Waarom is dit belangrijk? Nou, omdat zonde ons verhard maakt. En het woord voor verhard in het Grieks is. Uh, sclerino, dat kan je in bron 11 vinden. En dat betekent hard maken of koppig. En dit is belangrijk omdat zonde ons daarmee koppig maakt en ervoor zorgt dat we niet luisteren naar God. Zonde weerhoudt ons ervan om te luisteren naar Gods stem. En dit woord voor verhard in het Grieks, en we gaan zo weer terug naar Leviticus hoor. Maar het woord voor verhard staat in de passieve vorm. Dat betekent dat dit iets is dat je ondergaat. En het, wat, wat we daaruit leren is dat wanneer er zonde in ons leven is, worden we automatisch meer en meer verhard richting God. We worden meer en meer verhard. We zijn niet meer zo gevoelig voor Zijn stem, voor Zijn leiding, voor de dingen die Hij van ons vraagt, want er zit iets in de weg. Zonde heeft een simpel effect. We worden verhard richting God. Het is niet bewust, maar het gebeurt gewoon. We horen zijn stem niet meer. We zien zijn leiding niet meer. We worden boos en we zijn meer op onszelf gericht. We zien dingen pessimistischer in. En dat zijn allemaal dingen die horen bij de verharding door zonde. En dat is nou net waar Jezus ons van wil bevrijden. En dat is waarom de voormalig mij laatste in Leviticus 14 het graanoffer moest brengen. Het verharde hart richting God moest weer verzacht worden om hem te kunnen dienen. En het hart moest weer opengemaakt worden om te horen hoe hij wilde dat er gediend werd. Er moest weer communicatie met God zijn en de lijnen moesten opengemaakt worden. En God dienen vereist dan ook continu heiliging, continu berouw en bekering. En het vraagt ervan dat wij continu terugkomen bij hem. Nou, terug in Leviticus, en ik zal dat ook weer op het scherm zetten, hebben we het schuldoffer gehad, daarna werd het graanoffer werd gebracht en er, eh, vervolgens werden twee tortelduiven of twee jonge duiven, waarvan de ene zondoffer en de ander een brandoffer is, gebracht. Nou, God weet hier precies wat de voormalig Melaatse nodig heeft. Want hij weet dat het zondoffer gaat om onopzettelijke overtredingen tegen de geboden van de heren. Iets wat niet gedaan mag worden, maar wat hij toch doet tegen een van de geboden, zoals Leviticus 4 dat zegt. God weet dat dit iets is dat mensen doen, zeker die mensen die pijn hebben. Die doen dingen die onopzettelijk ook zonde zijn. Dit, dit gebeurt bij mensen die lijden en die niet met hem kunnen leven op naar bijvoorbeeld in dit geval door meilaatsheid. En het brandoffer gaat dan om totale toewijding aan God, zoals ook Leviticus 1 omschrijft. Het hele offer moest namelijk opgebrand worden in Leviticus 1 en moest voor de Here zijn. En die toewijding was niet mogelijk voor de voormalig Melaatse aangezien Melaatsheid hen weer hield van bij God komen, bij de tempel komen. Wat we dus zien, is dat God herstel wil van alle dingen, omdat Hij weet welke dingen de Melaatse gedaan heeft. En daardoor weet Hij wat er herstel, wat er voor herstel moet zijn. Nou, hij wil dus dat er herstel is van de relatie van toewijding, hij wil dat iedereen kan komen. En de vraag is dus alleen: wil de Melaatse dit ook? En door de offers te brengen, laten ze zien dat ze dat willen. En God laat hiermee zijn zorg en zijn liefde voor ieder individu zien. En hij laat hier de mogelijkheid tot herstel en toewijding zien. Nou, Bijbelcommentator Ross heeft het volgende gezegd. Dat God verzag in herstel tot de samenleving, laat ook zien dat hij het was die genas. Het was een les die God keer op keer gaf. Ik ben de Heer, uw Heelmeester, Exodus 15, 26. En zie nu in dat ik, ik die ben, er is geen God naast mij. Ik dood en ik maak levend, ik verwond en ik genees en er is niemand die uit mijn hand red, Deuteronom 3239. Echte aanbidders weten dat, er, dat elk herstel van God komt en keken vooruit naar het uiteindelijke, ultieme herstel in zijn glorieuze aanwezigheid. En de vreugde en de opluchting die ze voelden bij hun fysieke herstel was slechts een voorproefje van de vreugde die hen in het vooruitzicht. Lag. Ze wilden dan ook getuigen van dit geloof in dit publieke ritueel van herstel naar Gods aanwezigheid. Het was een tijd van grote vreugde. Einde citaat. En dit kan je in bron 12 vinden in welk boek dit staat. Dit is het proces waar de voormalig Melaatse zich in bevond. Een proces van grote vreugde, van herstel, van zorg, door God van geloof en van hoop. En deze hoop moest gedeeld worden. En het moest op een God-erende manier gevierd worden. Het moest op zijn manier uitgevoerd worden, zodat hij diegene die herstel mocht ontvangen, ook kon herstellen. In dit geval qua relatie. En zodat God in alles de eer kreeg die hem toekwam. En als we kijken naar de tekst zien we in vers 23 dat dit op de achtste dag van zijn reiniging begint. En dat hij alles bij de priester moet brengen. En vanaf vers 24 gaat de priester aan de slag. De priester moet dan het lam van het schuldoffer en de log olie nemen en die moest dat als beweegoffer voor het aangezicht van de Heere bewegen. Vervolgens staat er, daarna moet hij het lam van het schuldoffer slachten en de priester moet een deel van het bloed van het schuldoffer nemen en op de rechter strijken van hem die gereinigd wordt, op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet. En dat is hetzelfde proces zoals we ook in de vorige studie gezien hebben, of studies ook gezien hebben, uh, in Leviticus 8, waarbij de priester ingezegend werd. En dit is een van de dingen die dit ritueel ook zo bijzonder maakt, omdat de niet-priester een, een bijna priesterlijk proces moet doorlopen om hersteld te kunnen worden tot relatie met God. Nou, in vers 26 en 27 moet dan de olie gegoten worden, dan moet vers 26 de priester een deel van de olie in de linkerhand van de priester gieten. Daarna moet de priester een deel van de olie die in zijn linkerhand is met zijn rechtervinger zevenmaal sprenkelen voor het aangezicht van de Heer. Waarna de olie, vers 28... De priester moet een deel van de olie die in zijn hand is aan de rechter strijken van hem die gereinigd wordt, aan de duim van zijn rechterhand en aan de grote teen van zijn rechtervoet, boven op dezelfde plaats als het bloed van het schuldoffer. En de overige olie vers 29 moet hij op het hoofd strijken van hem die gereinigd wordt om verzoening voor hem te doen, voor het aangezicht van de Heer. Nou, waarom is dit belangrijk? Nou, ik heb dat in eerdere studies in detail uitgediept, dus ik zal het nu alleen noemen. Maar olie is een beeld van de Heilige Geest. Ik wist dat je dat kon invullen voor degenen die dit vaker kijken. We kunnen niet bij God komen, we kunnen niet hersteld worden, niet God behagen zonder de Heilige Geest, zonder de derde persoon van de drie eenheid. De Geest leidt ons, draagt ons en doet een geweldig werk in ons. En dat werk en die persoon hebben wij nodig. Hij overtuigt bijvoorbeeld van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij legt ons het woord uit. Hij doet zo ontzettend veel dingen. En we hebben hem nodig voor herstel. Vervolgens moet dan ook in het proces moeten de duiven geslacht worden. Vers 30. En 31, daar staat, dan moet hij al naar gelang zijn vermogen rijkt, een van de tortelduiven of van de jonge duiven bereiden. Al naar gelang zijn vermogen rijkt, moet het ene als zondoffer en het andere als brandoffer zijn naast het graanoffer. Zo moet de priester voor hem die gereinigd wordt, verzoening doen voor het aangezicht van de Heer. En vers 32 leert ons dan dat dit de wet is. Voor hem die de ziekte van mijn laatheid heeft en van wie het vermogen niet toereikend is om zijn reiniging te betalen, dus om het eerdere uitgelegde proces te kunnen doorlopen. Wat we dus zien is dat God verzoening wil. Verzoening voor allen, voor iedereen, en dat Hij de weg daartoe opengemaakt heeft. God wil herstel van en voor ieder mens, en dat is ook waarom de Heer Jezus gestorven is aan het kruis. Hij wil dat ieder mens, als we het op ons betrekken, zijn of haar zondeprobleem bij God legt. En hij kan en wil ons de genezing brengen van ons zondeprobleem, de verzoening geven die we nodig hebben. En Jezus heeft onze zonde weggenomen. Hij heeft onze zonde gedragen. Ondanks dat we er nog dagelijks mee worstelen, hebben wij gerechtigheid gekregen. Paulus schreef: Wat ik niet wil, doe ik wel, en wat ik wel wil, doe ik niet. Nou, hij schreef ook dat Jezus voor ons gerechtigheid geworden is en dat wij de gerechtigheid van Christus hebben ontvangen, zoals 2 5, 5:21 dat zegt. En dat is dan ook wat God wil voor jou en voor ieder mens: herstel. Maar Hij wil ook. Dat jij dit herstel predikt aan mensen, dat je dit vertelt. Leviticus is, hoe gek het ook klinkt, tussen alle offers en al het bloed en alles door, is een boek dat oproept tot evangelisatie. Want wat dit boek ons vertelt, hoort ons hart te raken, hoort jouw, uw en mijn hart te raken, elke dag weer. We horen herstel met God te willen voor ieder mens. En dat hoort ons aan te zetten tot het zijn van dat licht van de wereld, die lamp op die standaard, die stad bovenop de berg. We horen Gods hart te zien, zoals zijn hart is, zoals Petrus ook overschrijft in 2-petrus. Want in 2-petrus hoofdstuk 3, vers 9, staat, de Heere vertraagt de belofte niet zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Het woord voor bekering is metanoia, wat je in of bron 13 kan vinden, wat een verandering van gedachte betekent. En daarbij gaat het om dat je anders gaat denken over iets en in deze context specifiek over zonde. Je verandert van gedachte over je zonde om er net als God over te gaan denken. Dat is wat ieder mens nodig heeft. En dat is ook waarom de oproep in handelingen 3. Als volgt is, handelingen 3 vers 19, Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden, en er tijden van verkwikking komen, of zullen komen van het aangezicht van de Heere. Metanoia is een zelfstandig naamwoord, afgeleid van een werkwoord dat metanoie, of metanoio betekent, sorry, of is, nummer 14. En dit werkwoord betekent je bekeren of je gedachten veranderen in de, Goede richting. En dat, dat woord wordt hier gebruikt. Bekeer u, is het werkwoord metanoio. Mijn uh, Grieks, mijn Oud-Grieks is niet zo heel goed qua <laughs> uitspraak. <laughs> dus vergeef me als ik het verkeerd uitspraak. Maar F.F. Bruce, een Bijbelcommentator, heeft gezegd hierover: Tot inkeer komen metanoia, van gedachten veranderen, en dus ook metanoio, uh, het werkwoord, heeft in zich het wegdraaien van zonde naar God. De tot inkeer komende zondaar is in de juiste staat om goddelijke vergeving te accepteren. einde citaat. En ook dat kan je in bron 14 vinden. En dit is dus wat God wil voor allen, zoals 2 Petrus 3:9 dat zegt. Hij wil dat allen tot bekering komen, dat iedereen hersteld wordt van hun zondeprobleem, dat ze richting Hem hebben. En net zoals God herstel wil voor de voormalig mijlazen, wil Hij herstel. Voor allen. En de melaatse krijgt herstel van hun ziekte, herstel van de relatie met God, herstel tot de relatie met het volk. De zondaar, jij, u en ik, krijgen herstel van onze zondesituatie, van onze relatie met God en wordt onderdeel van een nieuw volk en een nieuwe familie, namelijk de kerk. Het woord leert ons dat als kerk we samen één zijn, zoals Romeinen 12 en 1 Korinthe 12 dat leren. We zijn het lichaam van Christus, we hebben fellowship of een relatie met alle gelovigen, zoals 1 Johannes 1 ons dat geleerd heeft. En we zijn door Jezus offer of zijn we hersteld. De plaatsvervanger heeft onze plek ingenomen, zodat wij nu hersteld en gezegend kunnen zijn. En dit prachtige feit, deze feiten zien we continu in Leviticus. Dat God herstel wil en dat hij dat bewerkt. Tegelijk zien we dat Jezus volledig herstel mogelijk maakt door zijn offer. En waar er in Leviticus lammeren, graan, olie en mogelijk duiven nodig waren om herstel te brengen voor de voormalig Melaatse. En. En waar dat elke keer opnieuw geofferd moest worden, zeker ook met alle andere offers die er gebracht moesten worden voor hebben wij de Heere Jezus. En ik wil daarom met jullie ook een stukje lezen, tien verzen, uit de Hebreeënbrief, waar iets prachtig staat in Hebreeën 10, vers 1 tot en met 10. Want de wet die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf. Kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren, want zij die de dienst verrichten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van de zonde, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. Maar nu, dus in de tijd waarin zij nog leefde en waarin er geofferd werd, werd men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonde. Herinnert, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen zei ik, zie ik kom, in de boekrol is over mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Daarover. Of daarvoor had hij gezegd, slachtoffer en graanoffer. En offers voor de zonde hebt u niet gewild. En zij hebben u niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak hij, en dit gaat over God, over Jezus. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg, dus het eerste verbond met de oude offers, om het tweede daarvoor in plaats te brengen. Het nieuwe verbond. Op grond van die wil. Zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht? Wat we zien in vers 3 en 4, dat is dat de offers elk jaar gebracht werden, elke dag opnieuw zelfs. Het is onmogelijk, zegt vers 4, dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Daarom hebben we Jezus. Voor eens en voor altijd gebracht. De offers in Leviticus worden door God zelf tegenover het offer van de Heer Jezus gezet. Je hebt twee dingen die met elkaar vergeleken worden. En Jezus' offer is zoveel beter dan de offers die de wet voorschreef, ondanks dat het juist was dat die offers gebracht werden. Jezus' offer heeft zoveel meer bereikt dan de offers van Leviticus. En dat is het grote verschil dat we mogen zien. Dat is de, wat we van de daken moeten willen schreeuwen. Dat is waar wij van moeten getuigen hoe meer en hoe dieper we in Leviticus duiken. En we mogen dat verschil leren herkennen en erkennen en dan prediken naar de wereld dat God herstel wil voor iedereen. En hoe meer we dat gaan zien, hoe meer wij met Paulus mogen gaan zien wat hij zegt in Efeze 3. Vanaf vers 17. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en fundeer, gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Laat je Leviticus je alsjeblieft wijzen op die diepte, op die grootte van Jezus offer, op hoe geweldig groot zijn liefde is. En laat Leviticus alsjeblieft je ogen richten op hoeveel Jezus van jou houdt. Jezus liefde waar Paulus hierover schrijft in Efeze in in 3 is te zien in Leviticus en is te zien in alle details van dat boek. En dat is wat jij nodig hebt, wat u en ik nodig hebben. Om die liefde te gaan zien, zodat we naar die liefde kunnen gaan handelen. Zodat we die liefde kunnen gaan prediken. Want dit is wat de wereld moet horen. Dus mijn gebed is ook echt dat deze studiereeks jouw, uw en ook mijn ogen opent. voor de schoonheid, voor de diepte, voor de rijkdom van Gods woord. Juist ook in het Oude Testament. En dat vergeten we heel vaak in de moderne kerk. We focussen ons op het Nieuwe Testament, wat goed is om, focus, om daar focus op te hebben. Maar we vergeten wat het fundament is, namelijk het Oude Testament. Dus laat het fundament van het Oude Testament jou wijzen op de waarheden in het Nieuwe Testament. Nou, zoals gezegd wilde ik Leviticus 14 afmaken. Nou, dat gaan we ook doen, maar zoals gezegd, ik ga niet alle details hieruit voorlezen. Dat is niet omdat het niet waar is of omdat het niet goed is. Maar het is omdat het gewoon heel veel is en deze studie al uh, bijna een uur duurt. Dus in vers 33 tot en met 57 wordt er gesproken over de reiniging van je omgeving. En vandaar ook zoals helemaal aan het begin de vraag gesteld, of dat, dat we moeten leren om onze omgeving te gaan herkennen. Want in dit laatste stuk spreekt God opnieuw tot Mozes en tot Aaron, zoals vers 33 zegt, en in het verlengde van Israël. En dan spreekt hij over wanneer hij ziekte, de ziekte van Melaatsheid toegedeeld heeft aan het huis, of aan een huis in het land. En hij wil dat ze weten hoe daarmee om te gaan, omdat dat hun omgeving is, die hun als persoon ook ziek zou kunnen maken. Dus God wil dat Israël daarmee leert omgaan. En die situatie zou zich ze zeker voor gaan doen, dus moest Israël leren wat daarin te doen. En vooral ook omdat hun leven de standaard van heilig moest weergeven. Dus hoe ze omgingen met hun huizen, met hun alles moest heilig zijn. Nou, de uitleg over deze, hoe deze ziekte te herkennen staat in vers 47 tot en met 58 um, van Leviticus hoofdstuk 13. Ik weet niet waarom ik naar beneden scrolde, maar ik las verkeerd in mijn notities. In dit gedeelte in Leviticus 13, het vorige hoofdstuk, gaat, of legt uit hoe je kan herkennen wanneer er melaatsheid in kleren of in een huis zit. Hier in Leviticus 14 gaat het erover hoe moet je dan omgaan met de situatie dat dit ook het geval is. En dit was ook alleen voor wanneer Israël het beloofde land inging, zegt vers 34 ook niet voor niets. God had deze regels ook niet gegeven voor de tijd dat Israël als nomaden door de woestijn trok. Het stuk over hoe er om mee om te gaan met de huizen. Nou, de vraag is dan wat bedoelt God? met de zin dat als hij de ziekte van Melaatsheid toedeelt aan een huis, zoals vers 34 zegt, nou, Bijbelcommentator David Guzik heeft gezegd, de Israëlieten erfden het land en alle bezittingen van de Canaanieten toen ze het land binnentrokken. Het idee lijkt hier te zijn dat een deel van de bezittingen onder een oordeel lag van God en dat het daarom gezegd kan worden dat God de Melaatsheid daaraan toedeelde. Of dit is een Hebreeuwse manier van uitleggen van de waarheid dat God uiteindelijk alle dingen toelaat. Einde citaat. En dit kan je in bron 2 vinden. Wat het ook is, God wilde dat Israël er bijbels juist mee leerde omgaan. En dat ze leerden omgaan dus ook met de situaties van het leven die er in Canaan op ze af zouden komen. Ze moesten leren om in alles heilig te zijn, om in alles Zijn wegen als de hoogste te beschouwen. En om daarmee dus ook te handelen naar zijn standaard. En in alles was Gods weg en Gods wil heilig en goed. En daar moesten ze naar leren handelen. Dus in vers 35 tot en met 38 gaat Israël horen hoe ze mijlaadsheid moeten vaststellen in hun huis. Ze moesten leren hoe het te verwijderen in vers 39 tot en met 42. God. Legt uit dat huizen die blijvend geïnfecteerd zijn, dat die afgebroken moesten worden in vers 43 tot en met 47. Hij geeft het reinigingsritueel in vers 48 tot en met 53 en de samenvatting van alles wat hij gezegd heeft in vers 54 tot en met 57. Namelijk, dit is waar ik het over heb gehad, zegt God. En voor onze westerse, moderne en relatief hygiënische samenleving is dit een gek gedeelte. Wij vragen ons niet af over het algemeen hoe wij ziekte aan het huis moeten behandelen. De meeste mensen leven niet met grote hoeveelheden schimmel in hun huis. Misschien hier en daar in de badkamer, maar niet per se zo structureel als dit. Maar voor Israël was dit een compleet nieuw en ontzettend belangrijk onderwerp. Ze hadden namelijk 40 jaar in de woestijn geleefd, waarbij er een complete generatie was gestorven. Deze volwassenen die die generatie die was gestorven hadden misschien nog wel in huizen geleefd in Egypte, maar de jongeren helemaal niet. Die hadden alleen maar in tenten geleefd in de woestijn. En daarom was het belangrijk dat ze leerden omgaan met de bezittingen die God ze had gegeven. En daarbovenop kreeg Israël ook nog huizen die er al stonden, wat betekent dat ze niet weten hoe het gemaakt was, wat erin zat en allemaal andere dingen. En alles dat God hier dus uitlegt, laat zien dat Hij voor Israël zorgt. En dat Hij om zich geeft. En dat Hij in elk detail van hun leven betrokken is en wil zijn. En Hij is zo trouw en genadig dat Hij dit doet. En Hij heeft ook uitgelegd in Exodus hoofdstuk 4 waarom Hij dit doet. In Exodus 4, vers 22. Zegt hij, dan moet u tegen de farao zeggen, zo zegt de Heer, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Waarom is dit belangrijk? Omdat God voor zijn kinderen zorgt. Hij ziet Israël als zijn eerstgeborene en daarom zorgt hij op deze manier voor Israël. Leert hij als liefdevolle vader, zo moet je met je huis omgaan. Zo moet je met je spullen omgaan. Zeker degene die ouders zijn onder ons die dit. Beluisteren weten dat kinderen dat nodig hebben om dat te leren. Maar God zegt iets vergelijkbaars tegen ons. In Galaten 4, vers 3 tot en met 7 staat: Zo waren ook wij toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Om hen die onder de wet waren vrij te koop. Opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept: Abba, vader. Dus bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Net als Israël is de kerk een kind van God. Zijn Christenen, kinderen van God. En wij Christenen zijn geënt op de olijfboom, zoals Paulus uitlegt in Romeinen 11. En je kan in de notities studies vinden die ik gegeven heb over Romeinen 11. En dit betekent dat wij Gods kinderen zijn en dat Hij dus ook eenzelfde vorm van zorg voor ons heeft. God is dus zelfs bezig met de zorg voor jou, die ervoor moet zorgen dat je niet ziek wordt. Dat betekent niet dat je niet ziek wordt. Maar hij wil ons wel leren wat te doen naar zijn wil. En iets als schimmel in de muren is dus iets waar hij zich mee bezighoudt. Hij wil het beste voor ons, voor jou, voor u en voor mij. En hij zorgt voor ons. Maar wat we gezien hebben is dat het woord ons veel beelden geeft. Dat mijlaatsheid bijvoorbeeld een beeld van zonde is. De mijlaatsheid in een huis is een beeld van zonde in je omgeving. In 1 Korinther hoofdstuk 15 staat iets over onze omgeving, wat wij denk ik niet altijd genoeg door hebben. 1 Korinther 15 vers 33 zegt het volgende: Dwaal niet. Slecht gezelschap bederft goede zeden. Wat dit betekent, is dat onze omgeving invloed heeft op ons. Onze omgeving beïnvloedt ons in een bepaalde richting. En dat is wat God ook wil analyseren, wat God wil aanwijzen. Hij wil aanwijzen wat wel en niet naar zijn wil is. En de vraag is dus ook of wij de invloed van onze omgeving herkennen en erkennen. Of wij dan ook bereid zijn om God de diagnose te laten stellen over onze omgeving, zodat wij er juist mee kunnen handelen. En heilig zijn zoals Hij heilig is, zoals bijvoorbeeld Leviticus 20 ook zegt. Strekt zich dus ook uit naar welke omgeving we ons in bevinden en hoe, vooral hoe we met die omgeving omgaan. Zoals schimmel onopgemerkt invloed zou kunnen hebben op de Israëlieten, heeft ons gezelschap, onze omgeving, ook invloed op ons. En zoals schimmel ziek maakt als dat in je omgeving zit, zal zonde in onze omgeving waar we niet juist mee omgaan. Ervoor zorgen dat wij daarin meegaan en dat wij daar ook door ziek worden. En ik zeg hiermee niet dat we in een soort bubbel moeten leven waarin er geen zonde om ons heen is, want dat zou niet, niet juist zijn. Maar we moeten wel herkennen wat niet juist is, zodat we de invloeden van buitenaf kunnen tegengaan. Als we onszelf niet reinigen van wat er op ons afkomt, zullen wij geïnfecteerd worden door wat onze omgeving ons geeft. Dus als jij films kijkt met gescheld, met geweld, met doodseks, drugs, dronkenschap, rock'n'roll en al die dingen, dan ga je dat normaal en niet erg vinden. Als je wereldse muziek luistert, zal dat jouw denken beïnvloeden naar het wereldse. Als je podcasts luistert vol werelds advies en je zet er nooit iets Bijbels tegenover en je toetst het niet aan het woord, dan ga je daarin mee en ga zomaar door. Die omgeving heeft invloed op je. Die omgeving zal je hart en je gedachten gaan vormen en uiteindelijk gaan misvormen. En dat is juist niet wat God voor ons heeft. Hij wil dat onze gedachten hervormd worden door Hem en door Zijn Woord, zoals Romeinen 12, 2 ook leert. Het is niet voor niets dat Johannes in de 1 Johannesbrief ook ons oproept om het volgende te doen in 1 Johannes hoofdstuk 2, vers 15. Hij zegt: Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. En in plaats van de wereld horen we dus God lief te hebben, met heel ons hart, zielkracht en verstand, zoals Matthäus ons dat ook leert. En het reinigen van ons huis in beeldspraak moet ons eraan herinneren om zonde af te breken, de invloeden die we op ons afkrijgen, om die tegen te gaan. Om die uit te roeien uit ons leven waar mogelijk. Om goed op te letten met wat je aan films, series, geluid, beelden en dat soort dingen tot je neemt. Hoe je omgaat met social media, met welke vrienden je omgaat. Hoe je omgaat met de dingen die je op je werk of op school hoort, die je in je omgeving hoort. We kunnen het niet laten zitten en allemaal laten etteren. We moeten juist onszelf continu reinigen en onze omgeving ook op die manier reinigen. Want zonde infecteert alles om zich heen en het brengt dood overal waar het is. Zonde zorgt ervoor dat we altijd meer en heftiger en groter willen. Zonde trekt ons mee naar beneden en steeds verder weg van God en van zijn wil voor ons. En God wil dat we dit gaan herkennen, zodat we onszelf kunnen reinigen, maar dat we dit ook bij een ander kunnen zien en elkaar hierin kunnen helpen. En hij wil dat wij zijn priesters, dat hebben we uit 1 Petrus 2 al vaker aangehaald, dat we dit gaan herkennen bij elkaar en elkaar hierop gaan wijzen. En we mogen de wereld hierop wijzen dat ze een zondeprobleem hebben, dat evangelisatieaspect wat er in Leviticus zit. Maar de vraag is of wij openstaan om dit te analyseren bij onszelf. Zijn we bereid om te analyseren en om dit aan te wijzen bij een broeder of zuster als God ons daartoe leidt? Zijn we bereid om een nog niet-gelovige te wijzen op hun zondeprobleem en hun te wijzen op hun nood voor verzoening met God en ze dan Jezus Christus te verkondigen? Dat is de grote opdracht die de wereld nodig heeft, de opdracht die wij hebben gekregen. En wat we zien dus, is dat God jou bij zich wil hebben. Dat Hij iedereen bij zich wil hebben en dat Jezus de weg geopend heeft. Jezus is het offer. Dat voor ons de weg openmaakt, en Hij heeft ieder mens alles gegeven dat nodig is om te komen en om verzoend te worden, want Hij heeft de prijs al betaald. Tegelijk wil God dat we doorhebben dat onze omgeving invloed op ons heeft en dat het ons tot zonde kan brengen. Dus laat God aanwijzen wat wel en wat niet naar zijn wil is, zodat je daar bijbels juist mee om kan gaan. Laat Hem aanwijzen wat de juiste keuzes zijn en luister dan ook naar God. Ook als hij door een mens spreekt en jouw hart wil raken. Leef heilig, zoals hij heilig is. Zoals Petrus ook schrijft. In 1 Petrus 3, 1. Petrus 1. Vers 13 tot en met 16, om God daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Laten we bidden. Heer God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u verzoening en herstel wil. Dank u wel dat u altijd goed bent. Heer, ik bid dat u ons allemaal die dit luisteren, die dit kijken, dat u ons zal helpen om die verzoening te zien en die te prediken. Help ons om zonde te herkennen en er juist mee om te gaan. Heer, we bidden dat u ons zal vormen en hervormen naar uw wil. Heer, niet omdat wij dat verdienen, maar omdat u een genadig en goed God bent. Laat dit ons ook aanzetten tot evangeliseren, tot... Juist handelen in deze wereld. En heren, we vragen dit uit genade in Jezus' naam. Amen. Als je de video's goed en bijbelgetrouw vindt, klik op de like-knop, op het duimpje omhoog, dat helpt met de Google-algoritmes. Klik op de abonneerknop, want dan krijg je de video's ook binnen wanneer er een nieuwe uitkomt. Klik op het belletje, dan ontvang je notificaties en vertel anderen over dit YouTube-kanaal. Want meer broeders en zusters moeten Gods woord gaan bestuderen, moeten de Bijbels gaan denken. Meer broeders en zusters moeten de invloed van hun omgeving gaan herkennen en erkennen. En meer broeders en zusters, jij, u en ik, moeten Gods verzoening met de, die hij wil gaan prediken aan de wereld, gaan prediken naar onszelf. En God gaan eren voor het offer dat hij ons gegeven heeft. Laten we luisteren naar zijn stem.